Dag, Peltsmets, Miniatuur. We hebben een probleem. Althans, we hebben geen probleem. Maar jullie denken dat wij een probleem hebben. En dat betreft Poppenkast. Nou, Poppenkast is gestopt, inderdaad. En wij eh, horen en lezen eh, speculaties over de reden waarom. Dus, het is handig als wij even daar iets meer duidelijkheid over geven. Uh, wat is er aan de hand? Uh, Poppenkast is gemaakt uh, in een periode van vier maanden door vier mensen. En wat jullie niet weten is dat uh, Poppenkast achter Poppenkast een grotere Poppenkast had dan tijdens Poppenkast. En dat het nogal een conflictueus programma was en werd en steeds meer werd. Hoewel Ed uh, Erik van der Horst het perfect uh, wist te editen. Uh, was er altijd wel heel veel ruis en rommel. En ook binnen de organisatie functioneerde het niet goed meer. Uh, we hebben uh, gekeken naar de cijfers. Althans, ik heb gekeken naar de cijfers. Want je wil iets wat, wat aan het groeien is, wil je niet uh, uh, stoppen. En het bleek niet te groeien ook. Uh, de de 30.000 uh, uh, 30 views die we bij de eerste aflevering hadden. Die verdwenen heel langzaam en bij de vijftiende aflevering was het net, net geen 10.000. Dus er zat geen groei in. Aan de andere kant zagen we wel dat, uh, dat, uh, de, de, dat er een harde kern was die poppenkast heel erg uh, mooi vond en ook steeds mooier begon te vinden. Dus het was wel een moeilijke beslissing. Ik heb uh, contact gehad met, uh, met een van de uh, leukste programmamakers in Nederland, en dat is uh, George van Hout. En gevraagd: wat kijk jij, hoe kijk jij hiernaar? En hij zegt van ik vind het niet wel smetswaardig. Nou, dat ben ik ook weer niet helemaal met hem eens. Uh, maar al met al, het leverde zoveel uh, conflict op achter de schermen. Dat, uh, dat we besloten hebben om te stoppen hiermee in deze samenstelling. Maar we gaan verder. Koen en Erik, die hebben poppenkast nu meegenomen en gaan samen verder, en wellicht met anderen. En we wensen ze heel erg veel uh, succes toe. We hebben ze echt ook uitgezwaaid. En uh, dan hebben we uh, onze uh, Chris en hier Tommy. Die, uh, die blijven bij Weltsmet doorgaan in een nieuw concept waar we nu keihard uh, mee bezig zijn en we hopen binnenkort weer terug te komen. Tommy, ik Goed. heb bijna alles gezegd al. Ja, ik dacht het zou tien minuten duren, dit interview of een gesprek. Uh, maar uh, je was er in een minuut doorheen. Maar, uh, <laughs> maar uh, het is wel belangrijk om er ook nog aan te stippen. Humor is super belangrijk in deze tijd. Uh, zie jij dit ook zo? Wat? Vind je? <laughs> Ik, ik, als ik naar Den Haag kijk, zie ik alleen maar humor. En ja. dus ik, ik niet dat ik nou van Den Haag hou en zeker niet wat daar gebeurt. Maar je kan daar met twee manieren naar kijken. Je kan er met humor naar kijken en je kan er heel erg boos om worden. En ik heb beide in me, ik word boos. Maar ik lach me er ook rot om. En dat houdt me ook op de been. En dat is, en dat is wat jij bedoelt waarschijnlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Want er, er is iets aan de hand uh, in de wereld. En inderdaad. Je... Kies ervoor om, hoe je erop reageert. En heel veel mensen worden boos om en verdrietig. En dat, dat is ook logisch. Want het is, het is best wel ernstig wat er allemaal gaande is. Maar het is ook een hele mooie manier om, er, uh, om te lachen uh, en om er grap over te maken. Dat, dat verzacht het. En uh, dat zorgt ervoor dat we dat we door kunnen in deze tijd, uh, vind ik. Dus ik, dat vind ik eigenlijk het belang van een uh, humoristisch uh, of satirisch programma. Ja. En, uh, dus ik ben blij dat, dat we dat gaan maken hier weer. Nou ja, we hebben, we hebben die poging gedaan. En ik moet zeggen, we hebben eigenlijk met z'n allen, en dat geldt ook voor de personen die verdwenen zijn nu, uh, hebben we daar met de beste intenties aan gewerkt. Alleen het functioneerde niet tussen personen. Dus er werd achter de scherm niet gelachen. En tegendeel, er is zelfs op een gegeven moment een vechtpartij geweest, wat oh. voor mij uh, uh, toch wel een beetje de grens was. Uh, maar ja, uh, iets moet gewoon ook leuk zijn om te maken. En dat miste ik een beetje. Ja, ja. En uh, dat moet terugkomen. En ik heb daar al volle vertrouwen in. We hebben een ontzettend leuk concept. We hopen natuurlijk dat jullie het ook leuk vinden. Uh, maar in, in eerste instantie gaat het er nu om dat je hoeft niet te speculeren verder over waarom Poppenkast gestopt is. We hadden gewoon een conflict en dat hebben we opgelost door uit elkaar te gaan in uh, vrede en rust. En uh, wij gaan gewoon weer verder en zij gaan weer verder. En uh, wij hopen dat jullie uh, hun niet vergeten en ons niet vergeten en humor blijft. Zo is het mooi gezegd, Max. Dankjewel.